jaar 2050 lijkt misschien nog ver weg, maar de kleine ambassade heeft er al over nagedacht. Binnen het project I've Got the Power gaan ze in gesprek met Schiedamse jongeren over wat er goed gaat in de samenleving en wat er beter kan. Zo werken ze toe naar een 2050 waar iedereen blij van wordt. In een start-up op 24 november wordt er gesproken met professionals en worden er plannen gesmeed. Hoe gaan we de wereld beter maken? Marco de Laat, voordat we gaan praten over hoe we de wereld beter gaan maken, kun je mij heel kort uitleggen, wat is I've Got the Power voor het project precies? Ja, zeker. Nou, I've Got the Power is eigenlijk meer een platform. Een platform dat gaat over jongerenparticipatie. En daarmee heb ik het eigenlijk al gezegd. Nou, het is belangrijk top, dat jongeren meedenken. Je hebt helemaal geen vijf zinnen nodig. Heel goed. Hey, I've Got the Power, je zegt jongerenparticipatie. Wat leert I've Got the Power jongeren precies? Participatie klinkt nogal een best containerbegrip. Ja, nou ja, als jongere heb je natuurlijk een aantal belangrijke dingen in je leefwereld. Je bent op school, je doet je sport, je cultuur, je bent met je familie en je vrienden bezig. Maar er zijn natuurlijk heel veel belangrijke thema's, grote thema's, duurzaamheid, mentale gezondheid. En dat zijn allemaal thema's waar belangrijke beslissingen over worden genomen. Die gaan over jou. En uiteindelijk, om de beste beslissingen te kunnen nemen, is het natuurlijk belangrijk dat je als jongere ook kan meepraten over wat je nodig hebt en hoe zoiets werkt. David, jij bent een van de jongeren van I've Got the Power. Jij loopt stage bij de kleine ambassade. Wat leer jij van dit platform? Nou ja, van kleine ambassade eigenlijk wat ik zelf leer. Ja, het is eigenlijk een heel groot onderwerp. Je kan er veel over zeggen, maar vooral bij de kleine ambassade wat ik zelf heb geleerd, dat het eigenlijk niks echt fout is, zeg maar, wat jouw mening is, wat jij wil te zeggen hebt, het telt echt mee. En bij de kleine ambassade, je krijgt zeg maar de platform om jouw mening echt te geven. En vaak wordt zeg maar wel, het is belangrijk in het leven, zeg maar, wat er... Nee, geeft niks. Je kunt rustig nadenken. In de stad, zeg maar, dat we steeds meer zeg maar, komen te leven, zeg maar, 2050 en zo, zeg maar, het onderwerp daarvan. Ja. Jouw eigen mening kunnen geven, het is gewoon belangrijk. En het moet gewoon grotere delen, zeg maar, spelen, zeg maar, in de toekomst, vind ik zelf. En bij de kleine ambassade, ik kreeg er zelf, zeg maar, gewoon een platform van. Want je hoort, zeg maar, geef jouw mening en zo. Ja. En bij de kleine ambassade is het zeg maar niet alleen, ja, geef jouw mening, zeg maar, dat het dan gewoon echt wordt aan de kant gelaten. Maar ze gaan er gewoon meer mee doen. Ja, daar ben ik benieuwd naar. Want Marco, jij zegt, hè, jongerenparticipatie, die stem moet gehoord worden. Wordt er te weinig geluisterd naar jongeren? Nou, ik vind dat er wel meer geluisterd kan worden naar jongeren. Ja. Ik vind dat er ook heel veel goede voorbeelden zijn waarnaar echt naar jongeren geluisterd wordt. Maar ik denk dat dat wel meer kan. Maar over het algemeen denk ik sowieso dat we er, nou ja, bijvoorbeeld als je kijkt naar de gemeentes of de Rijksoverheid, er goed aan doen om meer actief en proactief met mensen te praten over, hé, wat vind jij nou? En wij zien heel erg veel, ik vroeg jou net over diversiteit, maar ook individualisering. Mensen die zeggen, nou, dit is mijn eigen achtertuin en daarna geloof ik het allemaal wel. Terwijl ja, als je naar 2050 kijkt, we hebben weinig ruimte, we hebben weinig grondstoffen. Ja, hebben wij in 2050 nog wel een planeet? Ja, ook. Nou ja, ik denk dat we daar zelf bij zijn. En wat ik van heel veel jongeren hoor, ik zeg het met een mooie glimlach, is er is geen planeet B. Dus er is in ieder geval geen plan B. Nee. Maar natuurlijk, het is een ingewikkelde vraag. En we hebben van alles eigenlijk te weinig als je kijkt naar hoe we het vandaag doen. De kindergemeenteraad heeft er vanochtend in de Aleidazaal nog iets over gezegd. Ja. Misschien zijn we wel een beetje te verwend. Ja. En moeten we daar wat aan doen? Maar is dat echt aan de jongeren? Ik zit me dat wel eens af te vragen. Want op het moment dat we zeggen, hè, het is hartstikke mooi. Jongeren die moeten hun stem laten horen, die moet gehoord worden, er moet geluisterd worden. Ben ik helemaal met je eens. Maar op het moment dat landelijke, lokale overheden het nalaten om bijvoorbeeld bedrijven als Shell aan banden te leggen, dan kunnen wij met z'n allen vegetarisch worden en niet meer vliegen. Maar dan is er helemaal niks wat we kunnen doen, want wij zijn niet degene die echt het grote verschil maken. Hoe zie jij dat? Ja, het is natuurlijk een ingewikkelde vraag. Nee, helemaal niet. Hartstikke simpel. Nou, ik vind het wel inderdaad, ik herken wel wat je zegt. Ik hoor wel heel veel jongeren die op hun schouders de druk ervaren van wij zijn de generatie die het moet doen. En als wij het niet doen, dan is het klaar. Dan kunnen we allemaal wel inpakken. Dus als het gaat over die druk, dan denk ik dat het niet per se gezond is dat wij in de media jongeren die druk opleggen.
Tegelijkertijd denk ik dat I've Got the Power niet per se daarover gaat, maar dat I've Got the Power gaat over, hey, uiteindelijk, als we allemaal een stapje zetten, dan is het inderdaad niet zo ingewikkeld. Want als we allemaal net even een stapje doen, en voor jou is dat vegetariër worden, of voor mij, en voor David is het dat hij minder vaak op vliegvakantie gaat. als we allemaal een klein stapje doen, dan wordt het wel beter. Jij denkt dat op het moment dat wij allemaal een klein stapje doen, dat dan automatisch de rest van de wereld met ons meebeweegt? Ik geloof wel in de kracht van rolmodellen. Ja, zeker. Oké, okay, leuk. David, hoe is het voor jou? 2050, wat zie je er gebeuren in de komende jaren? Hoe zie jij dat? Nou ja, voor mij, zeg maar, zelf waar mij dan interesse bijvoorbeeld wat meer omgaan, wat ik zelf gewoon belangrijk vind, zeg maar, dan in het 2050. Zeg maar, ik zou heel graag gewoon dat de stem, zeg maar, van de jongeren, zeg maar, echt wordt meegeteld. En niet, zeg maar, ja, zeg jouw ding, maar dat, het wordt gewoon aan de zijkant gelegd, maar dat je gewoon de platform krijgt, dat je jouw mening mag geven. Want vaak komen ze eigenlijk, ja, wat jongere mensen gewoon met goede ideeën, maar waardoor, zeg maar, je bent jonger, je hebt geen levenservaring. Dat hoor ik bijvoorbeeld heel vaak. Ja. En ik vind dat zelf eigenlijk best pijnlijk voor mezelf, want ik vind zelf dat ik gewoon evenveel kan over een onderwerp kan zeggen als jij, terwijl ik eigenlijk veel jonger dan jou ben. Ja. En ik zou wel willen eigenlijk dat in die 2050, zeg maar, de jongeren kinderen, ja, gewoon de jongeren, dat hun stem echt gaat meetellen. En niet dat het alleen is zo, ja, zeg het maar en weg. Wat ik ook heel graag zou zelf willen zien, zie het gewoon misschien, ja, ben ik gewoon wat, dat het wat mij meer raakt, dat eigenlijk, wat er, zeg maar, gebeurt met mensen, zeg maar, dat we vaak een bril, zeg maar, aandoen dat we alleen, zeg maar, de leuke dingen zien en niet de slechtere. Wanneer het met iemand wat minder gaat, zeg maar, ja, komt vast wel goed, zeg maar, maakt niet uit. En dan op een dag, zeg maar, het gaat minder, bijvoorbeeld die persoon gaat over een grens en dan ga je bij jezelf denken, kon ik iets eraan doen, zeg maar, dat het toch niet zo is geëindigd. Dat we wel gewoon wat meer voor elkaar gaan betekenen. Een pleidooi voor aandacht voor elkaar, ja, eigenlijk, voor de komende periode. Dat is heel mooi, dankjewel. Kunnen jongeren zich aanmelden voor deze start-up? Die is op 24 november bij, zeker, jullie in het pand op Boersfest. Ja, ja. Kunnen mensen zich, jongeren zich daarvoor aanmelden? Ja, zeker. Dus, zeker als je denkt, ik wil meedenken, dan ja, graag. Want ja, jongeren hebben inderdaad goede ideeën. Absoluut. Jongeren ben je van ons, bij ons vanaf de middelbare school. Eigenlijk tot mijn eigen leeftijd, want ik ben ook graag... Wat is je eigen leeftijd? Ik ben 26. Oké. Okay. Dus maar gewoon jongvolwassenen, ja, ook zeker. Ja. Dus, en je kunt je aanmelden via onze social media kanalen. We zijn te vinden op Instagram, Facebook, LinkedIn, via I've Got the Power en We've Got the Power. En uiteraard via de website van de Kleine Ambassade. Goed. 24 november in het pand van de Kleine Ambassade op het Broersfest. Dank jullie wel en heel veel succes en plezier met voorbereiden van de start-up.